werd getest voor corona. Ik was gewaarschuwd. Ik was in de buurt geweest van mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen. Ik heb mij laten testen. Heel interessant, krijg je midden in de nacht krijg je bericht dat je positief getest bent. Is dat iemand die belt? 2:15. Nee, dat gaat allemaal per mail. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, welkom allemaal. Fijn dat je luistert naar Maarten Verlossum, de podcast. Koos, hopelijk ben jij er ook weer bij. Ja, sorry Koos, dat gaan we niet doen, Koos. Nee Koos, dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, wacht even. Koos is iemand die het niet snapt. Ja, Maarten heeft natuurlijk corona gehad, is inmiddels weer helemaal hersteld. Maar hoe heeft hij zijn quarantaine doorgebracht? Nou, dat vertelt hij zo meteen. We hebben ook goed nieuws voor iedereen die net na zijn kaartje heeft gegrepen voor de live podcast in Tivoli Vredenburg. En we moeten het natuurlijk eventjes hebben over de nieuwe ministersploeg. Rutte is daar druk mee bezig. In januari zien we het resultaat. Maar ja, wie gaat dat doen? Ja, weet ik veel. Ik heb begrepen dat heel veel mensen die in principe zeer geschikt zouden zijn om minister te worden, omdat het door en door intelligente, doortastende en beleidsmatig geschoolde types zijn, wel link uitkijken om in Nederland minister te worden. En daar kun je wel iets bij voorstellen. He, want je wordt dus permanent uitgescholden. Je ontvangt doodsbedreigingen. Die arme Hugo de Jonge kon niet meer met zijn kinderen over straat. Die hadden liever dat hij er niet bij was. We hebben dat Marion Koopmans drama gezien. Nee, ik moet je zeggen, als ik morgen gebeld word, wat zeer onwaarschijnlijk is, dacht je dat ik het zou doen. Ik zou er nog niet een milliseconde over piekeren. Ik zou het nooit doen. Kaag gaat het denk ik ook niet doen. Het afbreukrisico is enorm. Je hoeft in Nederland maar even een foutje te maken en daar ga je. We hebben al die mensen gezien die overspannen werden. Nekpijn kregen, geheimzinnige kwalen. Van een stokje gingen in de kamer. Dus je denkt, je moet wel... Ik moet zeggen, ik denk dat de Rutte nog last zal hebben. Moet niet de helft ook nog vrouw zijn? Je bent gek als je Nederland minister wordt. Toch wil de jongen het volgens mij weer opnieuw worden. Weliswaar krijgt hij VWS niet meer. Nee, het beste kan hij natuurlijk defensie doen. Dan zit je wel goed. Dus dat doet er toch geen zak toe. Dus. Nou, die twee zijn ook lelijk gevallen. Die daar zaten. Ja. Door Afghanistan. Waar zij verder helemaal niks mee te maken hadden. Want die kaas zat er net op een slot. Nou, dit even de zaakjes. Nee, het is we zijn erin geslaagd om, laten we zeggen, in Nederland een cultuur te scheppen. Die aan elkaar hangt van schelden en, prikpooien. Hè? Ja, Kees, trek het je aan, joh. Jij hoort daar ook bij. Jij doet ook dingen die niet in de haak zijn. Maar hij bedoelt niet jou, hè? Hij bedoelt nee, de GGD. Nee, dat weet ik ook wel. Hij bedoelt Hugo de Jonge of wie het dan ook maar is. Maar het is een kwalijke terminologie. Ja. Dat is het. Ook Hugo de Jonge is niet overal persoonlijk verantwoordelijk voor. Dat is de meeste. Dat is gewoon onzin. Daar ben ik vast van overtuigd. Het minister in Nederland is niet leuk. Sterker nog, sowieso een publieke functie in Nederland is niet leuk. Want je wordt, je zult maar voortdurend fijne mails krijgen. En ja, daar moeten we natuurlijk nog weer iets bij opstapelen. De gruwelijke effecten van de sociale media. Die natuurlijk in allerlei opzichten zich ontwikkeld hebben tot een etterende wond in vrijwel alle westerse samenlevingen. Die wat mij betreft onmiddellijk verboden is een groot woord. En waarschijnlijk kan dat ook niet. Het is technisch heel lastig uitvoerbaar. Maar laten we eens beginnen met Facebook de pin op de neus te zetten. En niet nog weer zo'n datacentrum te bouwen. Ik begreep dat er nog wel 20 bij kunnen komen. Nou, laten we die maar ergens anders bouwen dan. Nee, de sociale media zijn echt een enorm politiek, cultureel en maatschappelijk probleem. Waar we voorlopig geen oplossingen voor hebben. Al deze doodsbedreigingen. Al dat door de kop schieten van Marion Koopmans, dat komt van het internet. En vaak zodanig dat je niet kunt traceren wie dat op zijn geweten heeft. Heel veel wetenschappers ook, hè? Was ook op tv. Nou, wetenschappers, het is te gek voor woorden. De mensen typen maar wat op. Ja, dat was zo. Nee, het is verschrikkelijk. En dat ons ook weer zoiets, want hè, weet je nog dat het kwam, sociale, dat was dat toch zo fijn. Sociale media, iedereen kon nu zijn mening zeggen.
De democratie zou er enorm bij winnen. Het absolute tegendeel is het geval gebleken. Het is een drama. DigiD, te meer omdat natuurlijk de verdienmodellen van deze sociale media natuurlijk ook totaal niet deugen. Maar want de negatieve reacties worden naar boven geplaatst. Hè? Die komen dan meer in het zicht van anderen, zodat er nog meer mensen op gaan reageren. En dan is dat goed voor het sociale media. Nou ja, we hebben dat allemaal wel eens behandeld. Ja. Maar goed, ik zeg het ook voor de zoveelste keer. Ja. Weet je wie wel, denk ik, minister wil worden? En die heeft dat ook openlijk gezegd. Enig idee? Dan is die man die ook van, hoe heet het? Het ziekenhuis in Rotterdam. Ernst Kuipers. Ja, ik vind het nooit verstandig om dat soort van dingen in het openbaar te zeggen. Heeft hij bij Nieuwsuur in een interview gezegd. Ik zou dat wel willen. Ja, oké. We zullen afwachten of het iets wordt. Geen slechte keuze, toch? Ik heb geen idee. Lijkt me iemand uit de praktijk. Ja, wacht. Ik bedoel, het feit dat iemand heel goed iets kan. Bijvoorbeeld fantastisch kan voetballen. Ik kan daar een leuk praktisch voorbeeld van geven. Wij hebben ooit in Nederland een man gehad die echt fantastisch kon voetballen. Op absoluut wereldniveau. Maar daardoor dachten heel veel mensen dat hij ook allerlei andere dingen ook heel goed zou kunnen. Maar die hebben jammer nog niets met voetballen te maken. Ja, jij mag de Rieke raden wie ik hier op het oog heb. Dat zal Cruijff zijn. Het wereldberoemde geval, niet waar, van een groot voetballer, maar een totaal waarhoofd, Johan Cruijff. Ja, het is jammer dat ik de zoveelste ideale held van de Nederlandse natie nu moet afbranden. Niet waar, terwijl we in dat autootje zitten. Ja, maar er zijn toch mensen die zeggen... Hij kon geweldig voetballen, daar had niets aan af. Maar een goede uitspraak had hij. Waarom hij daarom ook het fileprobleem kon oplossen, heeft mij nooit duidelijk geworden. Is dat gezegd? Nou, hij heeft er wel eens iets over gezegd, ja. Zo in de geest van typisch Cruijffiaans, als Jan maar thuis blijft, is er niks aan de hand. Dan denk ik heel veel mensen, dat is verstandige taal. Ja, moet de politiek is, in. Daar moet je over denken. Dat is, ja, je ziet het pas als je het begrijpt. Ja, dat zal nu ook met Verstappen misschien gaan gebeuren. Dat ze zeggen, nou, die is zo goed, die is onze wereldkampioen. Ja, laten we Verstappen minister maken van verkeer en waterstaat. Leuk ideetje. Ja, waarom niet eigenlijk? Zet er een fijne staatssecretaris onder. Hartstikke leuk. Dan kan die Jos misschien ook nog staatssecretaris maken. Ja. Zeker. Nee, ik... nogmaals, als iemand... Er is een bekende wet dat iedereen opstijgt naar het niveau van zijn eigen incompetentie. Hè? Dus dat mensen dus heel succesvol zijn in een of andere sector. En dat ze dan plotseling ook minister moeten worden of weet ik veel wat. Voorzitter van een vereniging. Maar dat is tot helemaal niet gezegd. Mm. Mensen die geweldig goed kunnen besturen. Die beleidsmatige talenten hebben. Die, die kunnen bijvoorbeeld lang niet altijd geweldig goed voetballen. Ja. Jij wilde ook nog iets over Schiphol zeggen. Ja, over dat Schiphol. Het is alweer een beetje doorgedraaid. Het nieuwe kabinet zit met een groot probleem. Namelijk Schiphol. Schiphol is namelijk een archetypisch voorbeeld van iets wat iedereen vreselijk belangrijk vindt, waardoor het eigenlijk voortdurend bezig is geweest in de afgelopen 30 jaar om alle grenzen die eigenlijk gesteld waren aan de groei van Schiphol steeds weer op te rekken. En altijd hadden ze wel een of andere lolle smoesje erbij, dat die motoren nu toch een stuk minder lawaai maakten, dus er konden best 25.000 vluchten bij en de volgende keer was het omdat ze nu ook wielen hebben en daarmee kunnen landen, nog 25.000 vluchten erbij. En kortom, en zo groeide Schiphol maar door en door en door. Nu zijn evident in allerlei opzichten ook op tal van terreinen de grenzen bereikt. Met name ook weer het stikstofprobleem. Het was ook wel weer ontzettend lachwekkend. Dat er weer iemand zei, ja, als alle auto's allemaal in de buurt van Schiphol 80 gingen rijden. Dan zou dat zou geweldig helpen voor de stikstof. Ja, dat zit net als die achterlijke 100 kilometer vanwege de stikstof. Hè. Maar niemand zich aan houdt. Maar geen mens zich aan houdt in Nederland. Dat is ook zoiets. Dat lees je nergens, maar niemand houdt zich eraan. Nee. Ik heb een tijdje moest ik voor de slimste mensen van Utrecht naar Hilversum rijden. En dan 's ochtends kwamen ze al voorbij knallen met, weet ik het, 140, 150 kilometer per uur, de A27. Ja, het is ook als je politie tegenkomt, ze doen niks. Ze rijden gewoon door, die rijden nog harder. Nee, even dat terecht, want de politie heeft vanaf het allereerste moment gezegd, we gaan niet handhaven. Daar hebben we de middelen niet voor en ik geloof graag dat zo is. Die rijden trouwens nog harder, ook zonder sirenes. Ja, dat is ook... Had Peter R. de Vries niet eens uitgezocht
hoe die lui die iedereen bekeurde vanwege snelheidsovertraining, hoe die naar huis reden. Die bleken naar huis ook allemaal 160 te rijden. Ja, geestig allemaal. Maar ook die 100 kilometer, wat een knullig zwaktebod was dat ook. Wat een sukkelarij. Ik bedoel, nee, daar los je het stikstofprobleem niet mee op natuurlijk. Nee, maar Schiphol... Dat is nou echt koerieren aan symptomen, moet je dat zeggen. Ja, maar is wel Schiphol belangrijk natuurlijk, hè, voor ons land. Hè? Dat ligt midden in het land. Het blijkt veel minder belangrijk te zijn dan Schiphol zelf altijd beweert. Want daar was een groot onderzoek naar gedaan hoe belangrijk Schiphol wel niet was. En in hoeverre het een enorme stimulator is van de regionale economische groei en de werkgelegenheid enzovoort enzovoort. Een hoop werkgelegenheid bleek in feite onderbetaalde kofferschuivers te zijn, dus daar werd je ook niet vrolijk van. Nee, juist die klassieke mythologie over de ongelooflijke vitaliteit van Schiphol, die bleek helemaal niet te kloppen. Dus ik zou zeggen, laten we bij Schiphol nu maar eens de rem erop zetten. Dat wil je toch niet? Dan loopt het land toch helemaal vast? Helemaal niet. Absoluut niet. Bovendien hebben we een prima tweede luchthaven liggen. Lelystad? Ja. Ja, maar dat is veel kleiner. Dat is niet te dat is een forse luchthaven. Die kan heel wat aan. Maar we hebben KLM voor miljarden gered. Dan is het nu dat toch... Dat hadden we sowieso niet moeten doen. Maar dat is toch zonde om nu te zeggen... Dat was een falikant tegen om KLM te redden. Ja. Ik vind wel verstandig dat Airbus, dat Air France KLM, dat ze hier nu allemaal Airbussen besteld hebben. Vind je het beter dan Boeing? Ja. Maar... Ja, ik vind dat die 737, dat moet echt, die moet op een goede dag de nek omgedraaid worden. Waarom? Omdat dat toestel, dat wordt dat wordt alsmaar bijgerepareerd als het ware. En alleen omdat het goedkoper is om niet een heel nieuw airframe te ontwikkelen. En denk aan die 737 Max, wat ze daar geblunderd hebben. Wel bewust geblunderd hebben. Nee, ik moet zeggen dat Boeing gestraft wordt, daar ben ik een warm voorstander. Ik wil niet zeggen dat ik hier als Europees chauvinist denk, zo van lekker Airbus, maar ik vond het een verstandig besluit. 100 toestellen, dat is geen kattenpis. Nee, dat is een goed Boeing woord. Vindt de piloot in de 737 een klote vliegtuig. Die hebben ze jou verteld? Ja, dat hebben ze mij verteld, ja. Jij zit in pilotenclubjes? Nee, ik zit niet in pilotenclubjes, dat heb ik toch wel eens verteld. Ik terugvloog uit Berlijn en ik zat in die vreselijke cabine waar ze 300 mensen op waar je eigenlijk altijd half invalide uitkomt. En toen kwam de stewardess vragen, wilt u mee vliegen in de cockpit? Nou ja, ik dat lijkt me een geweldig idee. Hoe kan ik hier weg in deze benauwenis hier? Hè, met al die volgepropte bakken boven je hoofd. Dat is ook zoiets raars. Slecht eten. Ja. Maar koud, het bestek is zo koud dat het vastvriest aan je vingers. En mensen laten altijd winden? Nou, dat is mij nou weer niet overkomen, maar goed. Dus ja, ik ben vloog mee in de cockpit. En het was ongelooflijk interessant, ik kan niet anders zeggen. Mocht je ook even achter die knuppel? Nee, ze zijn niet gek. Bovendien vliegt dat ding op de automatische piloot. Oh. We zeiden niet, meneer Van Rossum, zet u maar even de landing in. Nee, want het was ook nog een heel interessante landing, want hij had het al wel... Niet waar, hij had zich klaargemaakt voor de landing. Toen bleek er nog een toestel te zijn blijven staan op de landingsbaan. Hij was op dat moment door omstandigheden maar één baan in gebruik. En we hebben nog even doorgestart. En nog, maar het was een prachtige avond. Dus het licht was ook schitterend. Het was heel leerzaam, moet ik je zeggen. En toen hebben we het... De hele reden was dat zij de slimste mensen een leuk programma vonden. Ze wouden daar wel eens wat over horen. Ja. En goed, toen hebben ze mij ook nog verteld, nee, de 737 was geen populair toestel onder piloten. Okay. Sterker nog, ik begreep, maar ik hou me ten goede, ik ben geen deskundige, hoe groter het vliegtuig, hoe prettiger het vliegt. Dus de 747 bijvoorbeeld, een favoriet toestel. Is het ook zo dat er één piloot heeft een keer bericht gestuurd dat hij dus onderweg, als hij aan het werk is, dit heeft aanstaan, hè, deze podcast? Nou, dat kan heel makkelijk, want dat zoveel heb ik wel gezien. Dat je stijgt op. Maar goed, ik kwam pas in een cockpit toen we al op kruishoogte waren. En dan vliegt hij op de automatische piloot. En hij doet pas iets als de verkeerstoren van Schiphol zich meldt. Ja. En die gaf toen een of andere geheimzinnige code. Ik zal er maar zeggen, allemaal het in dat bekende steenkolenregels. 6024. Dat werkt zo.
En die piloot die deed zijn hand omhoog en die draaide een heel klein wieltje. En dan zag je in een venstertje 6-0-3-4. En dat hele toestel dat begon aan zo'n fijne, trage draai boven West-Nederland. Ja, op Schiphol staan ook van die simulators waar ze in gaan zitten om te oefenen. Hè? Ja, ik heb het laatst met een jongen die een opleiding had genoten gevraagd. Maar je kunt voor een heel redelijk bedrag kun je in zo'n simulator gewoon zo'n 767 gaan vliegen of zo. Ja. Ik heb wel eens de ambitie gehad om te leren vliegen, maar daar is niks van gekomen. En toen dacht ik, god, ik ga in zo'n simulator. Wil ik wel. Het was ook voor hele schappelijke prijzen. Ja. Per uur. Ja, op Schiphol staan ze inderdaad. En je moet dan wel voorzichtig zijn, want als je dus ook echt crasht, dat merk je echt. Dan kom je er kreupel uit. Dat lijkt me wel leuk, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dus ja, nee, het trok mij enorm aan om daar eens een paar uurtjes te gaan lekker te gaan vliegen. Ja. Overigens, het nieuwe kabinet heeft ook ingezet op minder korte afstand, minder met het vliegtuig. Dat is wel goed, toch? Meer met de trein. Ja, dat is ook wel... Ja, in principe ja. Al is het een sprookje om te denken dat die hoge snelheidstreinen... dat die significant veel zuiniger zijn dan vliegen. Vergeet nooit... Vliegen, en zeker over de wat langere afstanden. Niet waar dat vliegtuig heeft een kruishoogte van 12 kilometer. En waarom is dat 12 kilometer hoog? Om de eenvoudige reden dat de luchtweerstand daar een fractie is van wat die hier beneden is. Terwijl die trein, die rijdt dus 300 kilometer per uur, maar gewoon hier beneden. Dus met de luchtweerstand die hier beneden geldt. Dus je moet ook dat moet je tegen elkaar afwegen. Nou, ik ga ouwe zelf veel liever met de trein, laat ik er dat begrip bij zeggen. Ja, dat heb je verteld. Moeten we nog iets vertellen over de Amalia en dat feest met Nee, ik gun Amalia graag haar partijtje. Wat een gezeik ook weer, joh. Het meisje werd 18, ze hadden het in de tuin gedaan, ze hebben allemaal staan kleumen, neem ik aan. Ik zit er helemaal niet mee. Mooi, nou hebben we dat ook afgevinkt. Wat hebben we nog meer? Ja, de... Speelt er nog iets wat we vergeten zijn? Ik zou het absoluut niet weten. Nee. Maar een van de wonderlijkste dingen is de kerstverlichting. Hè? Ik heb mijn indruk dat de kerstverlichting jaarlijks steeds eerder en eerder aangaat. Nu was er eigenlijk al half november, kon je overal kerstverlichting zien. Ik heb altijd geleerd dat is helemaal niet de bedoeling. Dit kerstboompje, je ziet bij iedereen al een kerstboompje staan. Het kerstboompje hoort aan te gaan op kerstavond. Dan gaat de kerstboom aan. En dan moet je nog enorm goed opletten dat die met drie koningen moet die opgeruimd zijn. Maar wat zien we in Nederland? Dat de kerstboom er vaak al op 1 december staat. En met een beetje goede wil dat die pas op 1 maart verdwijnt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Heb jij dat ook gedaan? Ja. Ja, daar ben ik een fervent tegenstander. Het is gezellig. Dat is in die donkere... Nee, want daar gaat dus het hele effect van die kerstboom, dat het een tijdelijk iets is waar je... He, als die er altijd staat, ja, dan al heel gauw zie je het hele ding niet meer. Nee, maar het is wel gezellig met die lichtjes. En ja, je mist bovendien heb je dan zo'n nep kerstboom. Ja, ik heb een nep, klopt ja. Dan heb je die naalden niet. Net zeggen, want anders zit je bent in 2 weken, verliest dat ding natuurlijk in een centraal verwarmde ruimte zijn naalden. Ja, dat is waar. Dus daarom heb ik zo'n nep ding. Als ik al ervoor ben dan voor een kerstboompje, en eigenlijk ben ik er niet zo voor. Vroeger wel als kind, maar nu iets minder. Dan zou ik zeggen, neem een zo klein mogelijk kerstboompje. En doe dat aan, eventueel met echte kaarsjes, op kerstavond. En zorg dat die met drie koningen weer opgeruimd is. Maar vind je niet de type die een kerstboom in de stad gaat halen en die dan thuis gaat opzetten? Nee, dat doe ik ook niet. Dat heb ik ook nooit gedaan in mijn leven. Nee. Eerst werden de kerstbomen door mijn moeder gekocht en later werden de kerstbomen door mijn echtgenote gekocht. En denkt hij er hetzelfde over? Ja, in principe denkt hij er ongeveer hetzelfde over. Oh, dus hij staat nu nog niet? Nee hoor, we gaan ook helemaal geen kerstboom. Voor de takken. Takken? Ja, takken, dat kan ook. Hoe doe je dat dan? Gewoon een paar leuke kersttakken. En die leg je op de vensterbank? Bij wijze van spreken, of die zet je ergens in of tegenaan of zo. Ja, ja, ja. Wat maakt het uit of het nou een boompje is, nietwaar? Nee. Met zo'n gemutileerd stammetje of dat het takken zijn, dat maakt niks uit. En ga je dan ook dan die balletjes daar zo in hangen? Nee, ik hang daar niks in. Oké. Okay. Jij wilde wat literatuur met ons delen. Ja, ik dacht bij mezelf, is het niet aardig? Want de mensen die vragen toch altijd van, geef eens wat boektitels op. Lees eens wat, is een gevleugelde uitspraak. Lees eens wat. Nou, ik werd getest voor corona. Ik was gewaarschuwd. Ik was in de buurt geweest van mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen.
Ik heb mij laten testen. Heel interessant, krijg je midden in de nacht krijg je bericht dat je positief getest bent. Is dat iemand die belt? 2:15. Nee, dat gaat allemaal per mail. Of per hoe heet die andere, sms. Oké, dus een automatisch gegeven. Ja, het werd je op allerlei manieren toegestuurd. En het was 2:15 s'nachts. Dus ik heb nog mijn echtgenote wakker gemaakt. En zei van ja, sorry, maar ik ga ergens anders slapen. Want ik blijk toch, ik heb positief getest. En ik heb geen zin om je aan te steken. En ik moet zeggen, ze heeft uiteindelijk ook nergens last van gehad. Maar ja, ik was wel gedwongen natuurlijk om een week binnen te zitten. Ik moet je bekennen dat ik een enkele malen in het duister, niet waar, 's avonds een wandelingetje heb gemaakt. En mij op hele grote afstand heb gehouden van eventueel door mij te besmette personen. Dus ik dacht, dat kan er wel mee door. Maar in principe heb ik dus ruim 8 dagen thuis gezeten. En was dat makkelijk voor je? Want in principe is het niet heel anders dan je normale leven, toch? Nee, het was niet zo heel anders dan mijn normale leven. Maar zeker de eerste 3 dagen was ik toch behoorlijk grieperig. Ik kan niet anders zeggen dat je dat echt kon goed merken dat je iets had. En bovendien ontzettend verkouden. Het was een combinatie van die twee. En dat, de combi was toch na 3-4 dagen wel zo'n beetje achter de rug. Maar je moet, het is geloof ik 7 dagen, dan moet je 1 dag hebben dat je klachtenvrij bent. En dan mag je weer de hort op, zal ik maar zeggen. Dus ik dacht ook, gezien de griepklachten, ik ga niet al te zwaar lezen. Ik wil een beetje leuk. Dus ik heb in die week 3 romans gelezen. Van een Engelse schrijfster genaamd Jane Gardam. G-A-R-D-A-M. Zij is van hoge leeftijd. Zij heeft enorm veel gepubliceerd, is pas gaan, ik geloof pas fictie, gaan schrijven na haar 40ste, als ik het wel heb. Dit is een trilogie die ik iedereen van harte kan aanbevelen. U moet houden van Engelse romans, dat wel. Dus wordt er ontzettend veel gruwelijke seksscènes, geweld, instortende huizen. Nee, dat is er allemaal niet bij. Het zijn fantastische romans. En nogmaals, het is een trilogie. De eerste heet Old Filth, F-I-L-T-H. Dat filth is een afkorting. Failed in London, try Hong Kong. Het gaat over een man die een fantastische juridische carrière maakt. In Londen wil het niet zo erg opschieten, maar door omstandigheden niet waar raakt hij betrokken bij de rechtspleging in Hong Kong. Vandaar filth. Het eerste deel van de trilogie heet Old Filth. Gaat over die man en hoe die dat geworden is en wat zijn achtergrond is. En nou, allemaal heel aardig beschreven. Ik hoef dat niet verder uitgebreid uit de doeken te doen. Min of meer dezelfde set van personen speelt ook in de tweede roman. Die heet The Man in the Wooden Hat. Zelfde personen in grote trekken, maar iets ander perspectief. En tenslotte is er een derde deel dat heet Last Friends. Dat vond ik iets minder dan de andere twee, maar altijd nog geweldig, fijn, lekker om te lezen. Hoe was ik aan Jane Gardam gekomen? Eigenlijk via mijn eigen leesgezelschap, want daar hadden wij gelezen een roman ook van Jane Gardam, die heet Cruiserweight's Daughter. De dochter van Cruiserweight. Ja, dat is niet echt de dochter, maar... Nee, heb je eerder verteld. Oh, dat heb ik al verteld. Ja, van de boekenclub. Ja, geweldig, geweldig boek. Dus ik dacht, Jane Gardam, zoek het even op de Wikipedia. In de show notes zetten we de informatie. Oké, heel goed. Jane Gardam. Trilogie begint met Old Filth. Toen was ik geleidelijk aan behoorlijk een beetje op te knappen. Dus toen ben ik begonnen aan een boek over Mussolini. Want het zit erin dat ik nog een reisje naar Rome moet maken. Dus ik dacht, ik wil moeten eens even kijken hoe zit het met Mussolini. Dat vond ik op zichzelf ook een bijzonder leerzaam boek. We worden nu trouwens gefilmd door iemand die de auto filmt. Een of andere jongen met een muts. Zag je dat? Ja, ik weet niet. Zou Kees wel wezen. Hoe het ook zij. Wat mij in dat boek over Mussolini eigenlijk het meest frappeerde, dat was het werkelijk ingrijpende en veelverklarende minderwaardigheidscomplex van de Italiaanse natie. Die eigenlijk voortdurend vond
Wij worden niet gehoord, wij worden niet beloond vanwege onze interventie in de Eerste Wereldoorlog. Er is ons van alles beloofd. Eigenlijk vonden de Italianen, ik weet niet of ze dat nog vinden, volgens mij niet zo meer, dat ze eigenlijk een echte grote mogendheid waren. Weet je wat de Brabanders ook vinden? Ik vind die ook dat ze een grote mogendheid zijn. Ja, de Limburgers en de Brabant vinden eigenlijk dat ze een eigen land moeten hebben. Oh, dat gun ik ze graag overigens. Ik heb heel weinig invloed en ik heb al uitgelegd, minister ga ik ook niet worden. Maar ik als zij een eigen natie willen worden, ik sta er pal achter. Ik ben bereid te komen spreken. Zeeuws-Vlaanderen geven aan de Belgen cadeau. En Limburg en Brabant worden zelfstandige landen. Man, dat lost er nog vele problemen op. Dat zeg je u tegen. Zoals de drugsproblematiek, kan ik dan bedenken. Bijvoorbeeld dan, want ja, iemand anders zal dat op moeten gaan lossen. Brabant is natuurlijk de brandhaard van de drugsproductie in Nederland. En ja, Limburg is natuurlijk een provincie die zonder subsidie niet op de been gehouden kan worden. Dus joh, ik wist dit helemaal niet. Leeft dat gevoel? Nou ja, je spreekt dat toch wel. Dus moet je maar eens met de mensen spreken. Dus altijd die in Den Haag wordt altijd naar gekeken. Ze bepalen. Precies, hetzelfde idee van een minderwaardigheidsgevoel. Ja, dat hebben ze daar ook. Dus dat speelt dan ook bij Mussolini een belangrijke rol. Italië moet, want hoe word je een grote mogendheid? Wat is de definitie van een grote mogendheid toen? Hè? Die ook heel anders worden in allerlei opzichten. De definitie was natuurlijk dat je een imperium moest hebben. Hè, de meest benijde natie in de wereld op dat moment. We hebben het hier over zeg maar de jaren 10 van de vorige eeuw. En daarna jaren 20 enzovoort. Dat was natuurlijk Engeland en de British Empire. The biggest empire ever. Nou ja, gaan ze maar door. Dat wilden zij ook niet. Dat wilden de Italianen ook, zoiets. Het probleem was alleen, en dat is eigenlijk de tragiek en vaak ook een beetje de tragicomische karakter van de Italiaanse natie, dat ze dat allemaal wel wilden, dat ze die ambitie hadden om een grote mogendheid te worden, maar in de verste verte niet beschikten over de mogelijkheden om een grote mogendheid te worden. Want hoe doe je dat? Nou, dan moet je een goed draaiende, vitale, moderne, hypermoderne economie hebben. Want dan moet je bijvoorbeeld in staat zijn om een militair apparaat op te bouwen waarmee je eventueel kunt opereren. Daar hadden ze wel een militair apparaat, dat hebben ze ook gebruikt om Abyssinië te veroveren. Maar ja, je begrijpt tegen wat voor tegenstanders. En dan, zelfs daar hadden ze moeite mee. Overigens in dat imperium wat de Italianen, Libië en Ethiopië, hebben ze zich ook weer misdragen op een meer gruwelijke manier, anders kun je het niet zeggen. Tienduizenden, honderdduizenden doden zijn daar gevallen, zonder enige dringende noodzaak, ook door wanbeheer en ontzettend gekluns in allerlei opzichten. Dus je ziet in Italië, en dat zie je heel sterk ook in de figuur van Mussolini, een enorme frictie tussen het wensenpakket, niet waar? En de mogelijkheden om het wensenpakket ook te realiseren. Want het eindigt natuurlijk heel tragisch. Namelijk dat Mussolini volledig afhankelijk raakt van het Derde Rijk van Adolf Hitler. En dat hij tenslotte zelfs natuurlijk dat hij afgezet wordt door die grote raad daar in Italië. En gevangen gezet wordt en dan wordt hij door Hitler bevrijd. En dan heeft hij nog een tijdje, niet waar, na 1943, die Republiek van Salò. Wat ja, door en door tragisch. En ja, je weet hoe die eindigt. Hij wordt tenslotte gevangen genomen door partizanen, doodgeschoten en ondersteboven opgehangen bij een tankstation in Milaan. Wat natuurlijk toch, ja, nadat je 20 jaar dictator bent geweest, is dat toch wel een ongelukkig einde. Al zullen de partizanen er heel tevreden mee zijn geweest. Ik bedoel, je begrijpt, ik ben tegen elke vorm van standrechtelijke executie. Dan heb ik liever dat die kuur berecht zou zijn. Maar daar is het dan maar niet van gekomen. Dus dat was een interessant thema, namelijk die spanning tussen de imperiale ambities aan de ene kant en het onvermogen om die te realiseren aan de andere kant. Ook als je dat boek leest, Mussolini is toch minder een clown dan je denkt. Ja, hij heeft wel iets clownesks, maar het was ook iemand met een groot charisma, met een sterke uitstraling. Met gaf ook anderen de indruk van die enorm energie had om dingen te realiseren. Hoe heet het boek? Dan kunnen we het even ook in de volgens mij gewoon Mussolini, maar dat is wel stom dat ik dat nu even niet weet. Het is ook volgens mij
in het Engels en in het Nederlands vertaald. Het is oorspronkelijk een Duits boek. Het is vrij recent verschenen, dus kijk even. Wie is de schrijver? Weet ik ook niet meer, dat is wel erg, hè? Nou ja, Mussolini is het belangrijkste, maar die schrijver zal een bepaalde kleur geven aan de wat. Ja, het is, god, hoe heet die man nou? Nou ja, we gaan er, kan er nu niet opkomen. Als je het op Google intikt, vind je het vanzelf, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Daarbij en hoe kwam je met op dit boek? Hoe kwam ik op dit boek? Omdat ik een reis zou gaan maken naar Rome. Zo'n culturele reis. En ik dacht, ja, je moet wel een beetje op de hoogte zijn. En ik had met mijn reispartner Willem Melging afgesproken. Ik zou doen, laten we zeggen, Italië in het spel van de grote mogendheden. Italië in Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus ik dacht, nou, dit boek werd heel positief besproken. En ik moet zeggen, ik vond het ook een lees lekker vlot weg. Precies. Mussolini die kan niet veel goed doen bij de auteur, maar je begrijpt wel waarom dat het geval is. Dat legt hij naar mijn idee goed uit. Ja, stom dat ik even niet op dit moment paraat heb hier te schrijven. Ja, we zetten in de show notes. Nu had ik dat boek dus gelezen over Mussolini. Vervolgens bleek natuurlijk dat ik corona had en kon ik niet naar Rome. Dus maar goed, ik heb het nu gelezen en kan het bij alle andere gelegenheden eventueel aankaarten. En toen viel mijn oog op een boek. Werd ik op geattendeerd van een Engelse historicus genaamd Richard Overy. Godzijdank weet ik deze naam wel. Dat komt omdat ik al vrij veel van Richard Overy heb gelezen. En dit nieuwe boek van Richard Overy is eigenlijk in allerlei opzichten wel de belangrijkste historicus van de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat hij over de Tweede Wereldoorlog een hele reeks van meer dan voortreffelijke boeken heeft geschreven. Die iedereen die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog met vrucht kan lezen. Dit nieuwe boek van Richard Overy, dat heet Blood and Ruins. Dat wil zeggen bloed en ruïnes. Maar het gaat eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog als een Imperial War. Dus de ondertitel is ook The Imperial Second World War, en die begint in 1931 en die loopt tot 1945. Want zegt hij, terecht naar mijn idee, volkomen terecht, in feite dagen drie naties dagen de bestaande politieke orde in de wereld toen. Hè, we hebben het over de jaren 20 en 30 uit, want zij willen ook een imperium. Vandaar dat dat leuk aansloot bij Mussolini en zijn wensen voor een Italiaans imperium. Omdat natuurlijk ook Duitsland eigenlijk een imperium wilde hebben. En in feite is nummer drie in hier natuurlijk, zijn de Japanners. Die wilden ook een imperium hebben. Want de mythologie van de imperiumbouwers is altijd geweest. Overigens geënt op geopolitieke theoretici. Er is geloof ik geen vak wat meer ellende heeft aangericht als de zogenaamde geopolitiek. Want het idee was dat je eigenlijk als natie niks betekende zonder Großraum, zoals de Duitsers dat zo treffend hebben gezegd. Zonder een enorme ruimte waar je immigranten heen zou kunnen sturen, waar je grondstoffen uit zou kunnen betrekken enzovoort. Overigens een theorie die de grootst mogelijke lulkoek eerste klas is gebleken. Want je weet hoe het afgelopen is met de Imperial Second World War. Namelijk de Duitsers, de Japanners en de Italianen hebben ongelooflijk klop gekregen. En hebben dik verloren. Nou, met de Italianen gaat het nog steeds niet echt super de super. Maar je kunt van de Japanners en de Duitsers niet zeggen dat ze erg geleden hebben onder de nederlaag. Het tegendeel is het geval. Niet waar Duitsland is. En dan nog alleen eigenlijk aanvankelijk West-Duitsland is tot grote economische bloei gekomen. En tot op de dag van vandaag natuurlijk het vitale economische hart van de Europese Unie. Tot grote ellende van de Fransen vanzelfsprekend. En de Japanners hebben in feite dat trucje ook uitgehaald. Niet de Duitsers deden dat in de jaren 50 bij het Wirtschaftswunder. Maar de Japanners hebben dat gedaan in de jaren 70. Niet waar? Die hebben zich eigenlijk in no time ontwikkeld tot een hypermoderne industriële mogendheid met denk aan quality control. Dat is door de Japanners op een totaal ander niveau gebracht. Denk aan enorme vernieuwingen in de staalindustrie. Is ook van de Japanners afkomstig. Dus de Japanners hebben ook in feite een triomfantelijk partijtje meegeblazen. Zonder Großraum. Niets is, als je er even over nadenkt, ja,
Misschien moet ik ooit een boek schrijven. Geopolitiek is gelul. Ja, nu ik het zo zeg, het komt er ook hopelijk een beetje enthousiast uit. Ja, ik zie het ook wel op de kaft staan al. Geopolitiek is gelul. Ja, de draagbare van Rossum zag ik van de week. Verschrikkelijk, die McKinder, het wereldeiland. Het is allemaal van een... En op het eerste gezicht denk je, oeh ja. Maar het is gewoon onzin. Als je nou even denkt, wat zijn nou de aller succesvolste landen ter wereld? Dan zijn het eigenlijk allemaal landen, niet alleen zonder grote ram, maar sowieso zonder enig ram. Noem ze eens dan. De Venetiaanse Republiek, de Nederlandse Republiek. Wat was de Nederlandse Republiek? Dat was gewoon Noord- en Zuid-Holland met Amsterdam. He? Maar waar baseer je op dat dat het meest succesvolle was? Nou ja, het waren de rijkste landen ter wereld. En dan daarvoor dus de Venetiaanse Republiek natuurlijk. En wat dacht je van tegenwoordig Singapore? He? Heeft Singapore een groot ram? Nou, dat kun je toch bepaald. Je zou nog wel bij Nederland kunnen zeggen... Wat dacht je van het ongekende succes van Hongkong? He, dat zijn allemaal, denk er even over na, stadstaten. Ja, maar dat was Engeland, Hongkong. Ja, dat zegt verder niks. Het succes van Hongkong was beduidend groter na de Tweede Wereldoorlog dan het succes van Engeland. Ja. He, want Engeland is natuurlijk een land wat relatief gezien, het is niet dat ze door tot bittere armoede zijn vervallen, maar Engeland is natuurlijk relatief gezien in de afgelopen, sinds de Tweede Wereldoorlog, fors achterop geraakt. Ja. Ik geloof dat Engeland qua inkomen per hoofd zeg in begin jaren 50 nog op de 6e, 7e plek in de wereld staat. Als ze nu op 28 staan, is het veel. Dus nee, Engeland heeft er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel van terecht gehad. Met één enkele uitzondering. En Engeland natuurlijk een heel zonderling land is. Namelijk omdat Londen natuurlijk een ongekend succes is. Londen is ook de enige hoofdstad die geloof ik meer dan 10 maal zo groot is dat als de tweede stad in Engeland. Jij weet waarschijnlijk überhaupt niet wat de tweede stad zou kunnen wezen. Ik geloof dat het Birmingham is, maar dan weet je al, nou ja, bij Birmingham, dat klinkt al. Ik bedoel, daar kunnen ze ook zelfs niet eens voetballen, dus dat nou ja. Nee, grote ram, het verschrikkelijke waanidee van grote ram. En allemaal eigenlijk als vanwege dat voorbeeld van de traditionele Europese grootmachten als imperiale machten. Maar we hebben dat toch ook gehad? We hebben dat ook, en misschien bij andere... We hebben ook een grootsram gehad, ja. En je weet... Met de VOC. Je weet, toen we het kwijtraakten, dat is dus tussen 45 en 49, niet waar. Wat men toen zei in Nederland. Indië verloren, rampspoed geboren. Is dat ook zo? Nee, absoluut niet. 0,0. Het heeft nauwelijks doorgetikt dat we dat Indonesië kwijt zijn geraakt. Achteraf denk je vaak, wat zijn we blij dat we het kwijt zijn. En moet je denken, wat, nou ja, daar gaan we het even niet over hebben. Nou, dat was hem weer. Maarten van Rossum, de podcast voor deze aflevering. Nog een belangrijk bericht voor iedereen die het niet is gelukt om een kaartje te scoren voor de live podcast in Tivoli-Vredenburg. Door de coronamaatregelen is die show verplaatst van 5 januari naar 21 februari. Iedereen die al een kaartje heeft gekocht, heeft daar melding van gekregen. En die is door Tivoli automatisch overgeplaatst naar februari. Maar mocht je nou geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, dan zijn er een paar kaartjes vrijgevallen. Want niet iedereen kon op die nieuwe datum. Dus als je je nu meldt bij Tivoli via het linkje in de show notes, dan ben jij er misschien bij. En we zijn sowieso van plan om later dit jaar nog een nieuwe show te gaan doen. Dus dan kun je je sowieso aanmelden. Laat een recensie achter op Apple of Spotify, dat vinden we leuk. Volg ons op de socials, Maarten Podcast, op Twitter of Instagram. En als je door wilt praten met andere luisteraars, dan kan dat op Telegram. Al die linkjes, net als alle boeken die Maarten heeft besproken, die vind je in de show notes van deze podcast. Leuk dat je erbij was, tot de volgende keer. Weet ik veel.